Welkom in Procast. Alweer. In deze Procast bespreken we... Wie is de Mol podcast van Wie is de Mol Pro? Ik bespreek in deze podcast de Daniel Tunnel. Samen met Dinant van WDM 2023 Hints. Hallo. En Arjan van Mollenjagers. En die heeft veel te stellen vandaag. Arjan, wat heb je met Kim gedaan? Gek. Kim is er niet bij. Weet je, zij heeft niet heel veel naar Daniel en zij heeft veel meer met Jurre. Dus daarom hebben we nu de Jurre-tunnel bijeen geroepen. Nee joh, Kim, allemaal succes. We snappen dat je er niet bij bent. Ja. Arjan, weet je, bijt het spits af met de allereerste hint die je ooit hebt gevonden over Daniel. Ja, en dan beginnen we maar met de mollicitatie, hè? Ja. Daar zegt hij eigenlijk een paar opvallende dingen. En dat is dat hij de funny kandidaat lijkt. Hij zou een slimme mol zijn. Hij zou misschien wel de beste mol willen zijn. En de doordachtste mol. En hij zou veel geld gaan verdienen. Wat lijkt dat hij veel geld verdient. Maar op een onze doorzichtige manier loopt de mollen. Mm-hmm. En dat vond ik een hele grote bewijzing. En natuurlijk, de kisten die wij tijdens de livestream open moesten maken, moesten we met codes en wachtwoorden doen. De eerste code die we moesten invoeren was WMDM 023. Het seizoen 23. 023 is het kengetal van Haarlem. Haarlem, ja. Wie werd daar bekendgemaakt in Kistrood? Onze grote vriend Daniel Verlaan en ja. Vrouwtje de Bot. Klopt. En Vrouwtje is er natuurlijk uit. Toen we eenmaal de kisten bijna open hadden, kwam Tina bij ons in IJsselstein aanlopen met een rubber duckie aan de sleutelbos. En die sleutel, die stak ze in het slot. En op dat moment ging de deur open om aan de binnenkant van de kist op een knop te drukken. En dit kan je heel goed verwijzen naar hacken. En waarom zeg ik dat rubberen duckie? Een rubberen duck is een USB-stick wat een virtual toetsenbord maakt. En wat hadden we nou op de kist? Een toetsenbord. En daarom vind ik deze super sterk. En wat deed die rubberen duck? Die deed die deur openmaken, zodat de kandidaten bekend werden op een beeldscherm. En dat weer precies een USB-stick. Zo. De rubber duckie. En waar stop je de USB-stick in? In een slot van een computer. Waar stopten we nou die USB, die rubber duck in? In een slot van de deur. Oh ja. Ja. Over de bekendmaking gesproken, de enige oud-mol die er was, dat was Rob Dikke, die deed in zijn seizoen iets met hacken natuurlijk. En hij was in Deventer. En de plaatsen die werden met de code afgerond naar WIDM 023. De oud-mol was in Deventer, de D van Daniel. Ja. Dus een en mol om... bij D. Klopt. En om Daniel. Dat nog een beetje aan te zetten. Rob Dikke deed natuurlijk op de markt in zijn seizoen, deed hij hacken. Ja. Hekken. Hij was de enige mol die dat heeft gedaan, iets met hekken. Het kan een mooie verwijzing zijn waarom Rob de Kaai is gevraagd om in Deventer de mol bekend te laten maken. Ja. Kan ook zo zijn dat ze geen kandidaten uit Deventer konden vinden, behalve Rob. Ja, zou zomaar kunnen. Ja. Toch maar we zitten over Daniel te praten. Ja, en nog iets over die hackerstermen. Je hebt ook in het molboekje Shark Jack en Pokerface staan, toch? Ja, klopt. Ja. Er staan ook hackerstermen. De afbeeldingen van de foto's waren de ijsblokken hakken, waren de elephant hack, waren de lion hack en was de shark attack. En de shark attack zijn allemaal hackerstermen die je kan leiden naar hacken. Klopt. En naar onze, ja, eigenlijk ICT-man Daniel Pullan. Bij de bekendmaking moest je ook een wachtwoord invoeren en dat kan natuurlijk staan op zijn podcast en... serie, ik weet je wachtwoord. Ja, klopt. Ja, ja, ja. In de leader zien we ook nog een shot van die muur, zeg maar. Met die binaire codes erop. Ja. Ja, maar dan slaan we eigenlijk al een beetje de kist over. En daar zit eigenlijk een hele grote hint. Maar dat was even puur een leader hintje, zeg maar. Ja. Pratend lui. Heb je die ook, weet je die nog, Arjan? Dat Vrouwtje en Daniel in het Nederlands aan het roepen zijn buiten de kist aan. Terwijl je in het buitenland bent in Zuid-Afrika waar iedereen eigenlijk Engels spreekt. Ook. Ja, klopt.
vond ik gek, want waarom zou je in het Nederlands roepen als je weet dat je in het buitenland bent? En dan slaan we nog de beste hint over. Vertel. Tijdens de telefoon, dat Daniel de telefoon opneemt, zegt Everon, je kan lullen als brugman. Ja. Daniel was als enige kandidaat van alle kandidaten die niks zei terug op Daniel. Terwijl hij kan lullen als brugman. Dan daarbij daarnaast zei Everon op een gegeven moment, kijk om je heen en kijk nog elkaar nog eens goed aan. Ja. Wie is de mol? En wie kijkt ons aan? Daniel. Ja, precies. In de camera. Dan nog de letters van, deze is een beetje wat verder gezocht, maar ik vond hem wel leuk. Ja. Als je de letters onder de combinatie wie is de mol onder de formatie zet van de kandidaten, dan kom je uit bij de M bij Daniel. En als je nou het alfabet eronder zet, A, B, C, D, E, F, G, H, dan staat de H ook bij Daniel. Dus de mol, Haarlem. Ja. Wat maakte de verbinding? Ik denk dat we daarin moeten zoeken dat de kisten in beide livestreams, daar was een kerk in beeld. Ja. En bij iedere vijf plekken stond de kist heel dicht bij een kerk in de buurt. Ja. En dat moet bewust zijn gedaan door de makers. En bij wie zie je in de leader een kerk, en een koor? En wat was toevallig ook aflevering 1? De kerk en een koor. Dan hebben we een letterlijke verbinding. Ja, goeie. Ja. En dan komen we bij de kist aan. En daar stond op de kist 3, 4, 7. En. En wat zijn de bladzijden precies in het boek van Ik weet je wachtwoord? 347 bladzijden. En de N staat voor nummeri in het Grieks. En nummeri betekent de aantal nummers in het boek. Sterk. En dan zijn we wel weer waar jij was. Dat Daniel in het Nederlands begon te roepen. Dat Daniel in het Nederlands begon te roepen. Ja. Wil je nu ook al een leader hints? Nou, ik denk dat we nou beter naar aflevering 2 kunnen gaan. Toonaangevend. Want opdracht 1 heb je al gehad. Maar wat is dan in opdracht 2 heel erg gedacht? Daar wisselde Daniel duidelijk het geval om. En waarom innocent. Ja, die ook. Ja. Maar waarom denk ik dat Daniel dat heeft gedaan? Daniel is natuurlijk super fanatiek. En Ranomi is heel passief. En dan gaat Ranomi daar de kans krijgen van Daniel om die letters om te wisselen. Dat lijkt mij onmogelijk. Want Daniel stuurde ook van tevoren Vrouwke al weg. Die stuurde heel erg aan in al die opdrachten. Nou, toen heeft hij er ook voor gezorgd dat Vrouwke en de rest allemaal weggaan. Nou, en op dat moment blijft hij alleen met Ranomi staan. Waarom kiest hij Ranomi? Omdat hij weet dat hij Ranomi heel makkelijk kan sturen. Ja. En daarom denk ik dat hij Ranomi daar erbij heeft gehaald. En dat hij die letters heeft gewisseld. En dat hij daar heel mooi zingt. Wat de makers heel mooi hebben geëdit. I am not so innocent. Ik ben niet zo onschuldig. En dat sluit u heel mooi aan bij zijn mooie citatie. Ja. Ik vind die heel sterk, inderdaad. Een goede verbinding ook. Ja, en toonaangevend was hij daar. Ja, en dat was de opdrachttitel. Ik had nog een hint. In aflevering 1? In aflevering 1. Oké. Laat maar. Want dat gaat over dat opdracht met de kisten, dat er een vraag hangt die heel specifiek gaat over de proef van Daniel. Ja, klopt. Maar dat is niet echt per se een hint. Jawel, vind ik een hele sterke, omdat die vraag zwart was. Ja. En de zwarte vragen waren bij Sorry en bij Aniek. En die vraag hing niet bij hun. Deze vraag hing in de koets van Jurre. En dan denk ik, wat doet die vraag daar? Was dit een aanwijzing voor de kandidaat al? Net als dat de aanwijzing vorig jaar 30.05 in het, bij Aftroeven Troeven lag. Kan dit een hele mooie verwijzing zijn waarom de kandidaat al hadden kunnen vinden wie de mol was? Ja. Dus ik vind het best wel sterk dat je hier deze nog aanhaalt. Ja, want weet je, het valt toch op, die vraag. Juist. Aflevering 2. Spelbereid. Kunstgreep. Sorry. Je ziet MOL in beeld. Oh nee, dat is een beetje te snel om daar over te beginnen. Ja, ik denk dat we eerst even met de titel chronologisch moeten doen. Wat is voor jullie in jullie ogen kunstgreep? Ja. Je hebt die opdracht met de foto's. Welke opdracht had je daarvoor? Het bondje. Op de hotelkamer.
Het bondje. Dat denk ik dat echt een kunstgrip is. Ja, klopt. Daar ben ik het helemaal mee eens. Oh ja. Ja. Kunstgrip kan natuurlijk leiden naar misleiding. Soort van. En Daniel misleidt Anke daar dus met het bondje. Ja. Opdracht 1. De laserfabriek. Ja, de staalfabriek in Saldana. Dat is een hele goede hint in. Ja? Ja, de sabotageplek is natuurlijk de plek de mol saboteert ten eerste. Oh, ja. Dus de saboteur van de groep. En in aflevering 1 op het einde zei de mol tegen Sarah... Ik wacht op jou in Saldana. En dan komt aflevering 2, loopt Sarah naar Rick toe en wat hoor je? Door de luidspreker, heel zachtjes. Daniel, Daniel. En dan hoor je alleen maar Daniel praten. En je hoort de hele tijd de naam van Daniel op de achtergrond. En dan denk ik, oké, de mol was dus daar wel aanwezig. En wachtte letterlijk op Sarah in Saldana. Ja, ja, ja. Goeie. Maar die stem is natuurlijk niet van Daniel zelf. Jawel, ook naar de rand hoor je Daniel nog zelf. Maar dit was Vrouwtje die riep in het begin. En, en dat zag je ook boven gebeuren. Vrouwtje stond met Ranomi even later. En die waren Daniel kwijt. Mm. En die riepen Daniel wel terug. En dat was het slikje wat je daar hoorde. Ja, oké. Goeie. En dat maakt het natuurlijk wel weer sterker. Want wat was Daniel daar aan het sjouwen? Ik blijf nog steeds dat we dit in aflevering 10 gaan terugzien. Dat hij gewoon controle had over de drones en over de stroomschokken. Ja, dat zou echt heel vet zijn als dat zo is. Hij is natuurlijk slim, hè, met technologie. Ja, klopt. Dit zou wel iets leuks kunnen zijn om in aflevering 10 te kunnen laten zien. Ja. Ja. En natuurlijk wat het sterk maakt, de saboteur is op de plek van de sabotage. Ja, dat klopt ook. Wacht even, je had die staalfabriek. Welke opdracht had je daarna? Foto's. De foto's. Ja, de foto's. Ja, nou, dan kun je natuurlijk kunstgreep ook... laten slaan op de oude PC's die achter MOL staan. Ja, klopt. Achter die letters. Maar ja, wat zie jij daar als kunstgreep aan dan? Ja, de kunst. Je ziet als kunstzinnig de MOL daar staan. En dan zie je daarachter zie je de oude PC's staan. Wat kan slaan op Daniel. En dat is eerder een leuk eentje. Het is gewoon een leuk eentje, inderdaad. Ja. Wat hadden jullie nog? Had je nog iets? Bij kunst. Ja, wat ik hier buiten vond, is dat Daniel heel erg aanstuurde op de juiste foto's. Ja. En in principe elke keer de juiste foto's noemde. En hij was zo de fanatieke kandidaat. Dan brengt hij heel slim. Eén foto maakt hij goed. En terwijl hij eigenlijk al wist dat er al één verkeerde foto was opgestuurd. Ja, dus de mogelijkheid dat je foto's mag opsturen, wordt hier ook mee verkleind. Dus in principe heeft hij €0 in de pot gebracht. En heeft hij er eigenlijk ook voor gezorgd dat de rest van de kandidaten nooit voor de juiste foto gingen. Vond ik eigenlijk wel mooi, want iedereen zegt hij is zo fanatiek. Maar als hij dan zo fanatiek is, waarom stuurt hij dan aan eerst op de juiste foto's, maar maakt er geen werk van als de verkeerde foto's wordt geschoten? Dan denk ik, dit is molgedrag. Klopt, klopt. Helemaal gelijk. Dat is ook de invloed, denk ik, die de mol kon hebben als jij buiten zat. Ja, ja, ja. Dienand, heb jij daar nog iets op toe te voegen? Nou ja, het klopt allemaal. Als je, ja... Ja, deze post heb ik ook nog gemaakt. Door middel van onder andere de muurschildering met de binaire codes. Ja. Dat er heel veel dingen te zijn met hacken. Te maken heeft met hacken. Rick, de regisseur, zijn Instagram ging namelijk op zwart. De rubber ducky hebben we besproken. Het scherm dat niet werkte bij aflevering 2 van Moltalk. Ja. De telefoontijd... Ja, de telefoontijd. Ja. 14:01. Dan de binaire codes van de muurschildering. Het geluid aan het eind van de leader. Daar hoor je een soort codes rollen. Wat nog meer. Molboekje fouten. Eigenlijk heel veel dingen met hacken. De glitches in de leader. Precies. En wat ik ook wel mooi vind aan die binaire code nog. Daar staat 010 op, hè. Nou, dat hoef ik jou niet uit te leggen, Tim. Waar staat 010 voor? Ja, Rotterdam. En wat heeft Daniel gedaan in Rotterdam? De Erasmusbrug gehackt. En met die lichten. Welke roze. Kleur? Roze. Nou, en welke profielfoto heeft Daniel? Roze. En roze. En dat roze kan weer een hele leuke verwijzing zijn waar je gelijk niet aan denkt. Omdat je eerst nog Sander in het spel was.
Dus klopt. Ja, je gaat nog een link leggen. Sander is de mol, want 010 staat daar. En dat klopt. Vind ik zo leuk aan die foutjes. Al die foutjes verwijzen naar een ander, maar zeker niet naar Daniel. Maar uiteindelijk, als we goed gaan nadenken, verwijzen ze juist wel naar Daniel. Ja, maar dat kom je pas in het latere seizoen achter. Klopt. Ik heb bij molzicht van aflevering 2 heb ik 25% ingezet op Daniel. Zo. Ik 100. Ja, maar om het een beetje eerlijk te houden, hè, qua actie. Oh, oké. Het is niet per se mijn molgevoel, het is dan meer van, ja, schematisch gezien. Yo, mijn lichaam ging aan, jongen. Zo'n molgevoel had ik. Ja. Toen hadden we aflevering 3. Tenminste, ik denk dat je alles hebt besproken uit aflevering 2 denk ik. Ja, spelbrekers. Spelbreker. Nou ja, het woordje schip. Daniel gooit hij er als eerste in. Schiphol, en husselen met de letters. Husselen met de letters in de app. Chips. Natuurlijk iets wat je in de computer en de telefoon stopt. Precies. En heb je spelbreker 2. Daniel is de spelbreker van Nabil en Sander. Of nou ja, hij vindt het kistje van Nabil en Sander. Ja. En hij kan eventueel spelbreker zijn. Omdat de mol heeft natuurlijk als rol om juist niet zoveel te vinden en zo. Hij was spelbreker door het kistje te vinden. Hè? Hij heeft niks met Nabil en Sander te maken natuurlijk. Maar hij was gewoon spelbreker omdat hij de jokers in het spel bracht. En daardoor het spel brak. Klopt, inderdaad. Dat is ook nog een theorie. Maar ik heb nog een tweede theorie. Als Daniel dat kistje ziet, het kan zijn, stel hij is de mol, dan had hij dat papiertje eruit kunnen halen uit dat kistje, denk ik. Maar op dat moment kwam Sander binnen. Dus is misschien wel Sander de spelbreker van Daniel de mol. Nee, want hij had die sleutel toch niet? Nou ja, dat kan wel zo zijn. Misschien had de mol wel de sleutel tot alle kistjes in zijn zak zitten. Dat zou een mogelijkheid zijn. Maar ja, weet je, het kan. Het hoeft niet. Het kan. Ja, dat zou een mogelijkheid zijn, want dat is ook iets wat Everon met die slootjes deed met zijn vingerafdruk. Hij had ook de mogelijkheid om al die slootjes te openen, dus het kan makkelijk. Precies. Nou, had je ook nog de eliminatie. En daarin wordt natuurlijk het scherm steeds als vierde getoond, het rode scherm. En de vierde letter in het alfabet is Daniel, en Daniel zit als vierde in de leader. Ja, klopt. Welke opdracht had je nog meer in die aflevering? Die woorden. Daar viel Daniel niet echt op, volgens mij. Ja, hij gaf alleen maar de verkeerde antwoorden. Dus hij zorgde dat er geen geld in de pot kwam. En een joker is totaal niet interessant voor een mol. Dus ja, waarom zou een mol voor een joker gaan? Ja. Ja. Het gaat om geld. En dat is daar ook wat ik denk van, oké. En nou wil ik mensen wel eens horen dat Daniel geen geld in de pot brengt. Of te veel geld in de pot brengt. Hier zie je dus van die voorbeelden dat Daniel gewoon echt wel heeft gezorgd dat er geen geld in de pot kwam. Ik had ook in mijn video, vorige week vrijdag volgens mij, had ik alle de thermometer follow the money schema's een beetje vergeleken met elkaar. En daarin zie je dat Daniel eigenlijk kleine bedraagjes verdient per aflevering. Ah. Niet zozeer hele hoog bedragen. Het hoogste wat hij heeft gehad is volgens mij maar 1000 euro. En ik kreeg ook het gevoel, de nadruk wordt door de afvallers heel erg gelegd dat ze Nabil verdachten. Maar ik kreeg het gevoel dat Daniel aardig verdacht werd in de groep. En dat gevoel kan ik niet loslaten. En dat denk ik ook dat later in het spel heeft gezorgd dat hij een paar keer geld heeft gepakt op posities, dat hij niet anders kon. Want hij wou de verdenking een beetje van zich af hebben om verwarring te zaaien in de rest bij de groep. Ja. Kandidaten die nog in het spel zaten. Ja. Aflevering 4? Ja, er zat nog iets van spelbrekers, maar ik weet even 1, 2, 3 niet meer wat. Dat was de opdracht met het schip. Het schip en de quads zaten daarin. En... Oh ja, die quads. Die woorden. Model. En die woorden, ja. Nee, bij die woorden heb ik ook niks. Nee. En bij die quads, daar kon de mol onmogelijk mollen, zeg ik zelf. Het enige wat ik daar is opgevallen, en dat is, vond een kameraad van mij. En die kijkt eigenlijk nooit Wie is de Mol. En die zat met mij mee te kijken naar die aflevering, omdat hij wel een aflevering maar even wou kijken. En hij zegt, zet hem een stop en druk eens even terug. En toen heb ik dat in slow motion afgespeeld. En Rick zei duidelijk, druk de knoppen allemaal tegelijk in. En wat doet Daniel? Hij drukt gewoon een seconde te laat. Ja. Maar het geld is er uiteindelijk niet afgegaan.
En wat ik ook raar vond, is dat er geen geld in de pot kwam. Iedereen kan wel zeggen, ja, nu is er in aflevering 4 wel geld in de pot. Maar ging dit in een online wallet? Dat kan een hele leuke verwijzing zijn naar onze crypto-jager, ja. Daniel Vlaan. Precies. Vind ik ook een goeie. Vind ik ook een hele goeie dat er geen briefgeld was toen. Maar ongeacht dat er wel fysiek geld uiteindelijk kwam. Ja. De titels die allemaal naar Daniel leiden. Ja, die zijn wel duidelijk, hè. Die hebben verbinding. Net Daniel maakt de juiste verbinding tussen de kisten. En natuurlijk, ja. En natuurlijk lullen als brugman natuurlijk. Kunststreep is, ja, de muurschildering en het manipuleren van Anke. Ja. Een bordje. Spelbreker, voor de jokers gaan. Ja. En met Sander dat ding. En heb je weglopen. Ja, Daniel is de enige die niet loopt, maar vliegt. Maar heb jij daar nog iets anders mee gevonden? Nee, eigenlijk zeg je hem net iets verkeerd. Daniel kon niet op de weg... Daniel was in de lucht. Dus kon niet op de weg lopen. Weglopen. Dan heb je weglopen achter elkaar staan. Oh, slim. Ja, die vind ik... Die, ja, weglopen. Ja, en dan was er ook nog eens de afleveringtitel. Eend samen hoogte. Ja, de opdrachttitel. En de D stond tussen haakjes. De D van Daniel. Ja. En de eendjes, ja, die in het water lagen. Even daar naartoe overspringen. Ja, Daniel had daar voorkennis. Want ik had het nog met Joyce pas over. Ik had iets gevonden. Heb ik nog eigenlijk niet gedeeld. Maar Daniel zei voordat hij de eendjes vond... zei hij, er moet een streepje onder het getal staan. En toen pas vond hij die eend met het lange nummer. Hoe kon hij weten dat er een streepje onder stond? Voorkennis. En daar had hij voorkennis. En Aniek vond toen ook in één keer zijn eend. En bracht de coördinaten samen. En ik ben echt heel eerlijk. Had ik in Daniel's schoenen gestaan en ik had niet de mol geweest... of ik had bij Aniek, ik denk dat ik hetzelfde geweest als Aniek... Moeten we die eentjes allemaal wel winnen? Ik zou ze bijna gaan tellen. Maar ik had nooit gedacht aan dat daar coördinatoren stonden om naar een vliegtuig toe af te reizen. Dat was het laatste waar ik aan had gedacht. Maar dat vliegtuig moet de lucht in, hè, mensen? Dus Daniel had die voorkennis. En dit moest gewoon in de aflevering komen. Dus de mol heeft daar in het vliegtuig gemoeten om dit shot te laten, komen. Want stel, er waren twee kandidaten daar geweest. Was er misschien een hele kleine kans geweest dat het vliegtuig de lucht in ging. En dan was er sowieso geen geld verdiend. Juist. En dan klopt de opdracht eigenlijk ook volgens de productie niet meer. Nee, maar dan was de opdracht ook niet echt leuk, hè? Dan was er alleen een eend die naar boven werd gedouwd en eentjes aan het vissen die op de kermis ook kan vangen. Ja. Maar het vliegtuig gaat de lucht niet in. Dan erbij had hij natuurlijk dat shirt aan. Ja, wat leek op die piloot. Ik weet even zijn naam niet meer. Nee, ik ook niet meer. En hij deed nog MLL, hè, in die kamer. Ja, hij deed MLL. Hij deed die baan en zo. MLL. Ja, niet meer. MLL. Mijn molzicht zegt 32% na aflevering 4. Mij nog steeds 100%. Ja, hij. dan hebben we aflevering 5. Antimolactie. Dingen opschrijven bij de kerkgangers. Op het bord schrijven. De portretten opschrijven. Ja. Of, is dat een antimolactie? Of je schrijft als mol de verkeerde acties, de verkeerde kledingstukken op van iemand. Je schrijft daar jurre, geel shirt en witte broek. Dat, en je gaat dit opschrijven bij Marley. En toen kwam Marley binnenlopen. En hoe zag Marley er nou werkelijk uit? Marley had roze kleding aan. Ja. Oh. En roze is Daniel. En dan denk ik, oké, Daniel gaf hier dus een verwijzing. Molt lekker. Ja. En maakt Jurre daar verdacht. Maar terwijl eigenlijk Marley gewoon binnenkwam lopen in het roze. Dan erbij, het stond al op het bord. Toen was de cat lady nog ineens in het gebouw. Dus hoe kan Marley nou gespot zijn door Jurre? Kan niet. Onmogelijk. Jurre, Marley moest nog langskomen. Oh. En dat vond ik echt verdacht. Want ga het maar terugkijken. Dit kan niet. Jurre kan dat niet. Echt niet op heb ik geschreven. Nee. En dan erbij, ook wordt er gezegd dat er met de porto is gerommeld. Anke die gaf duidelijk een keer aan, Daniel, wat zeg je nou? Daniel, wat zeg je nou? En Daniel hield daar de knop al in. Omdat anders had Jurre daar wel iets van gezegd. En daarom denk ik dat we dit kunnen verwijzen naar Daniel, die dat gewoon die knop indrukt. En wat eigenlijk ook een beetje Rob de Mol deed.
En dan komen we weer uit bij Rob. Die dat deed bij de parkeeropdrachten. Die deed dat ook. Zei hij? Mol, haal je duim van die knop af. Ja. Nou, en wat doet Daniel? Eigenlijk het voorzetje zetten ook. Van de mol heeft zijn duimen op die knop. Ja. Dus hij doet daar eigenlijk weer hetzelfde. En ja, dan denk ik wederom die verwijzing richting Rob de Keijer. Ja. Ja. Goeie. Ik hoop dat Daniel het heeft gedaan. Want... Ja, ik ook. Weet je, ik kan niet echt... Kijk, ik wil wel tegendruk geven, maar ik kan het niet, omdat ik weet dat het klopt. En mensen, we zijn eigenlijk iets heel goeds vergeten. En dat is even terug naar Dolof. Ja. In het Dolof heeft Daniel natuurlijk meerdere pakbonnen gepakt. Oh ja, dat, ja, klopt. Er waren 5 pakbonnen totaal die Daniel vast had waarschijnlijk. Ongeacht dat wij maar een shot zien dat hij er maar 4 heeft, maar er waren er 5 kwijt. En dat dus zijn de kandidaten ook opgevallen. Ja, ik verwacht dat Daniel, want die opende met toen hij Dolof inkwam, er zitten gaten tussen de kisten. Ja. Hij heeft die pakbonnen daarin geflikkerd. Ja. Dat verwacht ik echt. En na de rand toen hij gepakt werd, zag je hem ook ineenstorten. Als een mol naar de grond toe. Dit is natuurlijk weer zo'n hele slechte hint, maar hij kan het gewoon, ja, hij kan daar gewoon een aanwijzing geven door naar de grond toe te gaan als hij afgaat. Ja. Ja, en hij werd op 2 minuut 22 gepakt. En als je 2 plus 22 doet, krijg je 24. Dan kan het de 24ste mol zijn. Hele goede Dinant. Ja. Dinant die zegt ook maar even wat. En in de Dolof was een glitch. Ja, klopt. Die glitch, elke keer als dat mannetje. Maar ik vond dat wel een beetje een vage opdracht met dat mannetje die daar dan zo loopt. Hoezo? En dat mannetje kan je weer vergelijken naar Hacker. Ja, dat is wel zo. Dat is wel zo. Hij had een capuchon op. Hij zag eruit als hoe een Hacker. Als je Hacker intikt, krijg je deze afbeeldingen naar voren. Ja, ja. Mijn molzicht zei 41% in aflevering 5. Ja. Net zoveel als Jure. En jij had ook nog iets in dat Dolof? Niet zozeer over Daniel, volgens mij. Dacht ik. Ja, Daniel laat zichzelf afgaan met meerdere pakbonden. Gaat als eerste. De Porto ging uit. 11-02. Er stond 2011 op die muur. En Guido die keurde hem af. Maar Spiegelemus, zo. 11-02. Dus dat wil ik echt spiegelen. Dan komt 11-02 te staan. Draait nou eens echt om, dat getal. 11.002. Ja. En het draait dan om. Nee, kijk eens, wat stond er nou? 2011. Ja, 2011. De spiegelen. Ja. En dan komt het te staan 11.02. Ja. De geboortedatum van Daniel Verlaan. 11 februari. Ja. Hmm. En dan naar aflevering 5. De portofoon. De portofoon. Dat was het daar. Die ging ook nog uit. Dat was het, Tim. Daar kwam jij toen mee. Die was ook nog uit. Ja, en dat kan ook maar 1 persoon hebben gedaan, hè? Ja, Daniel. Want Nabil doet dat niet, lijkt mij. Juist. Of het is een productiefout, maar dan zouden wij dat toch al hebben gehoord. Lijkt mij ook wel. Ja, ja, en dan zou het denk ik bij iedereen moeten gebeuren dat de portofoon uitging. Ik denk dat Daniel hier gewoon slim is geweest. Die porto heeft uitgedraaid. Die heeft hij daar weer neergelegd. En... Ja, Nabil heeft hij gewoon gepakt. Ja. Die is gewoon naar Dolof ingegaan. En Nabil wordt hier natuurlijk verdacht gemaakt door Daniel. Ja. Aflevering 6. Met de roadtrip. Nee, aflevering 5. In de kerk. Roze kerk nog even. Daar stond hij als priester. Oh ja. En ja. Dan erbij. Aflevering 5 was geloof ik de dag van de privacy. En... De dag van de privacy viel dit jaar gelijk met Wie is de Mol. En de dag van de privacy wil zeggen dat iedereen zijn privacy gewaarborgd mag zijn. En wat doet Daniel nou precies als werk? Iedereen zijn privacy beschermen. Ja. En dit vond ik wel een hele mooie link. Want dit kan zo gepland zijn dat Wie is de Mol start op die dag. En dat ze wisten dat deze dag op die dag ging vallen. Ja, en dat zou je altijd zeggen. Daar is over nagedacht. En de makers denken overal over na, hè. Dus... Oh, en daarom dat ze het dan nu weer zo vroeg opnemen. Juist. Juist. En wat ik hier sterk vind in aflevering 5, is er komt zoveel roze terug. De roze kerk, in een auto, hangt een kruis. Daarnaast hangt een roze rondblokje. Ja,
Die moet je echt spotten. En dan zie je Daniel achter dat roze blokje en achter dat kruis. Nou, wat zegt dat kruis dan? Hij stond als priester afgebeeld. Hij had een Bijbel vast. De Bijbel, dan kunnen we daar maar één naam uithalen. Dat is Daniel genaamd. Want Daniel was de enige naam nog op dat moment in een spel die terugkomt in de Bijbel. Verklaart allemaal waarom die als priester stond afgebeeld. Waarom die vooraan ging. Want hier heeft hij omgedraaide psychologie toegepast. En hoe bedoel ik dit? Elke keer ging hij de groep voor. Hij ging als eerste naar buiten. Hij ging als eerste met zijn antwoorden. Hij ging als eerste de kerk naar binnen. Hij pakte als eerste de koffer. Hij deed als eerste het kistje openmaken met de morsecode. Hij was dus duidelijk een priester als voorganger gezien. Dus de voorganger van de groep. Nou, dan daarnaast was hij bij de tweede indeling van de groep zo slim. Door al een beetje de nadruk vanaf eigenlijk aflevering 4, de laatste opdracht, tot aan nu, erop te werken dat hij elke keer als eerste de groepindeling wil doen. En wat doet hij nou heel tactisch in dat hij terwijl eigenlijk ook naar buiten toe wou, zegt hij eerst, ja, maar ik wil naar binnen. En dan wordt hij verbeterd door de rest van de groep. En binnen was de slechtste molpositie. En dat wist hij van tevoren. Dus hij denkt, als ik dat nou als eerste zeg, met een beetje hoop, wordt dat omgedraaid. En ben ik buiten. En dat gebeurde. Ja. En hier zie ik die slimheid van Daniel. Goeie. En dit had Siem denk ik wel een beetje moeten zien. Omgedraaide psycholoog. Maar ja, dat heeft hij niet gezien. Ja, hij kijkt er overheen, hè. Maar aflevering 6. Ja. De roadtrip. Nou, de roadtrip. Daniel maakt direct in het begin al een ei kapot. Ja. Maar ze verdienen wel geld. Klopt. Dus ja, moet je er wat mee? Ik vind de roadtrip vond ik een hele moeilijke aflevering om te zeggen wie de mol was. Klopt. Onder de grond. Daniel gaat onder de grond. Ja, deed de Leidensweg. En daar heb ik eigenlijk wel een beetje een vergezochte theorie. Maar wederom een verwijzing naar aflevering 6. En naar waarom die kerk in beeld heeft. Waarom de kist er bij een kerk stond. En deze is echt vergezocht, mensen. Maar dit kan wel eens een hint zijn. Jezus hing in het midden. Oh, ja. En aan de linkerkant hing de grote verrader, de dief. En aan de rechterkant hing ook een dief. Maar die dief kwam tot berouw voor hetgene wat hij deed. En de Heer vergaf hem. En u zou hedendaags met mij meereizen. Aan de linkerkant bleef de dief hangen, de grote verrader. De verrader van iedereen. Dus hij zou naar de hel toe gaan. Maar dat is natuurlijk een beetje vergezocht. Maar de verrader is natuurlijk te vergelijken met de mol. En op welke kant bleef Daniel zijn kist constant staan? Op de linkerkant. Ja. Als enige. En dan denk ik, dit kan makkelijk een verwijzing zijn naar de Leidensweg. Want de Leidensweg is tocht van Jezus. En Jezus hing nou eenmaal met drie kruisen. En de kisten stonden precies hetzelfde. En het is ook ideaal voor de makers om te gebruiken. Want Zoey die heeft natuurlijk in de Passion gespeeld. En dan hadden heel veel mensen ook nog op Zoey kunnen gaan zitten met en deze. En dat gebeurde ook. Klopt. Klopt. Iedereen zei tegen mij ook als reacties, dit slaat op Zoey, dit slaat op Zoey. Ik zeg nee, want dit heeft te maken met die kisten die bij de kerk stonden. Dat er bij Daniel en de leader heel duidelijk naar voren wordt gebracht, het kerk en het koor. Nou, klopt. Dat hij als priester staat afgebeeld. Zijn naam komt terug in de Bijbel. Nou, dan die kruisje nog, wat je met daarnaast een roze schijfje zag. Wat je kan zien als een profielfoto roze. Ja, zijn dat heel veel dingen die opstapelen. En nou op het laatst nog, maar daar komen we straks wel op, dat hij een kruisje slaat. Ja, en dat zijn dus heel veel verwijzingen die kunnen verwijzen naar het geloof. En ik zou het ook een heel mooi statement vinden als Wie is de Mol nou flikt om hints van geloof erin te doen in deze tijd. Ja, ik ben benieuwd. Misschien zijn het kunnen ook nog hints zijn die bijvoorbeeld op de... Of niet zozeer hints, ook theorieën. Dat die zeer op de website komen te staan. Ja, en wat dat mij trouwens wordt opgevallen, nou schiet nog iets in mijn hoofd. Wanneer begon Daniel nou pijlen te vangen? Is dat jullie opgevallen? Nou ja, hij begon heel fanatiek die pijlen te vangen, ja. Ja, maar wanneer? Toen Anke zat te kijken? Nee, toen juist, Dinant. Goed zo, jongen. Toen? Toen het juiste ei er al vanaf geschoten was. Dus een film afleiding. Echt? Ja, geen grapje. De mol die heeft fokken en die weet welke ei het geld zit.
toen het Sawyer het juiste ei had geraakt, toen begon Daniel in één keer alle pijlen te vangen en heel fanatiek te doen. En dat is nou precies wat hij zegt in zijn mollicitatie. Zo. En dit vind ik dus juist van die sterke dingen, wat ik denk, ja, hier zie ik het gewoon aan. Jij bent zo de mol. Ja, maar dit versterkt het voor mij nog meer, zeg maar. Het versterkte mij al toen hij het ei, zeg maar, dat toen hij op dat ei stond. Maar dat jij nu zegt dat het toch al af was geschoten en dat hij daarna pas fanatiek ging doen. Ja, ik vond alleen dat het daar mislukte hoor, de actie wat hij deed. Want klopt. Ik denk dat hij een ander plan had, maar Sawyer keek even op dat moment naar beneden. Hè? Ja. Anker keek niet, maar Sawyer die keek hem aan. En toen stond hij eerst met zijn voet erop en hij zei, moet ik het kapot stampen? Dat doe maar even heel snel. Maar ik denk dat hij een trap wou geven, maar hij kon het niet doen. Nee. En toen kwam slimme Anker natuurlijk weer. Ja, die ziet dat. En die gaat dat ei nog wel even controleren. Want die had daarvoor ook al niet zo goed opgelet en niet zo goed gecontroleerd. Wel. Dus die denkt, ja, ik onthoud het mooi, bij de volgende kijk wel controleren. Ja, precies. Leidensweg was de titel. Nee, ik denk dat we de geldkoffers nog vergeten. Hè? Ja, maar daar waren we nog niet. Oh. Want de geldkoffers... Leidensweg, de titel, dat zie ik met de kisten van Jezus. Ja, klopt. Maar dat kan ook nog leiden op dat het lijden weg is van Daniel en Jurre. Doordat ze niet bij de eliminatie hoeven te zijn. Ja, zou kunnen, ja. Zou kunnen. Wat ik sterker vind zijn de kisten, omdat daarop staat, ben je zeker van je mol? Vraagteken. Dus ja. Je moet iets met die kisten. Nou, lijden ze weg, zijn de kruisen van Jezus, staan toevallig hetzelfde. In dezelfde houding, ook nog eens naast elkaar. Aan de linkerkant hangt dan de verrader van de groep. Naast Jezus. Dus in principe is dat de leidingswest met vraagteken. Ja. De molgeldkist had jij het over, koffers? Je had iets over het molgeld, zei je? Ja, daar gaan we denk ik nou heen, hè? Met de verdeling van de geldkoffers. Ja, en wat ik daar vond, is dat Daniel pakte de eerste 2000 koffer al heel snel. En dat deed hij heel slim. Ja. En dan zegt Aniek iets heel verdachts. Van ja, jullie weten dat ik eerlijk ben geweest. Dat had ik eigenlijk niet moeten doen. Maar ja, ik zit vol op één iemand. En ja, daarom denk ik dat ik als beste de test heb gemaakt. Ja. En dit is kansbrekend toch zo. En dan knikt ze Daniel aan. En Daniel zegt, ja, dat is zo. Maar die weet al wel van Aniek is die tweede afvaller. Dus die speelt daar zo mooi op in. En lijkt daar weer even de fanatieke kandidaat. Terwijl ik daar eigenlijk al wel gewoon zag van oké, jij bent hier zo'n vuile rat aan het spelen. Ja, en dan komt slimme Anke en die verprutst het eigenlijk gewoon voor Daniel. Want Daniel was echt wel van plan om een bedrag aan Aniek te gaan geven op dat moment. Want hij werkte daar naartoe door die opmerking te geven. Ja. En toen kwam Anke en je zag Daniel ook kijken, shit, wat moet ik hiermee? Maar ja, hij kan moeilijk tegen Anke ingaan, want dat is een bondje. En toen heeft hij het maar gelaten en denk ik van oké, laat Anke het maar verdelen. Hij kon daar niks meer tegenin doen. Maar hij weet ook met voorkennis dat er nog een volgende opdracht komt. En misschien was die volgende opdracht er ook wel niet geweest, hè? Als de mol hier het er voor elkaar had gekregen, dat er geld uit de pot ging. Maar de makers kunnen een plan B hebben en die kunnen die koffers dan in één keer verdelen. En kunnen ze zeggen van oké, luister, we gaan nou toch dit plan erin gooien. Want de mol heeft geen geld uit de pot nu gespeeld. Dus gaan die hoge bedragen nu naar de volgende opdracht en plan B gaat in werking. Ja. En zo zag ik ook een beetje die opdracht, want Sawyer en Nabil werden wel buitenspel gezet. Dat ik denk van donders, dat is een hele opdracht kennis minder, hè? Ja, zeker. En dat is eigenlijk best wel een gok van de makers dat ik eigenlijk het een beetje oneerlijk vind. Want hoe wil je nou twee kandidaten eigenlijk gewoon een heel stuk kennis minder geven van de opdrachten? Dus je schakelt eigenlijk die twee kandidaten uit. En dat gebeurde eigenlijk ook met Nabil. Ja. En wat ik hier ook wel vind, is dat hij naar de rand, en dan komen we bij de volgende aflevering, want dan komt de omschakeling, hè, naar aflevering 7. Ja. Dat aflevering 7, wat doet hij daar nou verdacht? Ja, hij gaat als eerste af bij die opdracht. Bij die tweede opdracht. Nee, we gaan met de geldkoffers nog. Ja, maar dat is toch aflevering 4? Ja. Oh. Nou, oké, met die geldkoffers wil ik dan nog even afmaken. Ja, dat mag. Dat is toen. Iedereen heeft het erover. Daniel heeft daar heel veel geld verdiend. Ja. Zeg zelf nee.
En waarom zeg ik dit? En dit kan je echt heel makkelijk terugzien. Ik heb het ook in 10 stappen heb ik het proberen uit te leggen. Wat gebeurt er nou werkelijk? Daniel gaat als eerste, dus dan kan je weer linken aan een voorganger. Dan pakt hij toch, omdat Nabil tegen hem zegt, jij vertrouwt mij. Kies voor het geld, vertrouw mij. En je weet, jij kan mij vertrouwen. En dan zegt Soy, ja, maar jij bent ook voor de joker gegaan. En wat zegt hij daarop terug? Maar Soy, jij toch ook? Met andere woorden, Soy had daar het rode scherm. En dat vond ik zo'n mooie verwijzing, wat Daniel dan zei in één zin. Hij keek hem ook echt zo aan, doordacht. Nou, en wat doet deze mol? Deze mol, die kijkt naar die enveloppen en die pakt die geldenvelop en zegt, oké, dan kun ik ga, jullie kunnen mij vertrouwen, dan ga ik deze keer voor geld. Hoe weet hij nou dat hij deze keer voor geld gaat? Dus hij had daar al een beetje voorkennis voordat hij de envelop openmaakte. Dan kijkt Jurre en met in één keer zulke kijkers aan. Haal jij nou gewoon geld eruit? Weet je wel, dat ik echt zo stond te kijken van, wauw. Oké, Jurre, jij weet wie de mol is. Alleen jij schrikt ervan, want Daniel, wat doe jij nou? Ja. En nu wekt hij eigenlijk een beetje een stukje vertrouwen op. En dan daarnaast, hij heeft Renomi, want we hebben het er nu over dat Daniel de mol is, gezorgd dat hij buitenspel is gekomen. Dus dat geld is er al niet ingekomen. Heeft hij dus al voor gezorgd dat er geen 2.500 euro in de pot komt. Ja, want als Renomi voor het geld was gegaan, en dat had Renomi gedaan, want Renomi is een geldwolf, die gaat voor ook weer voor het geld. Want dat is me wel al vaker opgevallen. Renomi gaat voor geld. Klopt. Als ze de kans krijgt, doet ze het. Klopt. Nou, en dus die weet van oké, ik moet Renomi zorgen dat hij niet meedoet. Want anders gaat dat geld in de pot komen. Dus die 2.500 euro eruit gespeeld. Dan weet hij, Jurre, die gaat voor jokers. Want die is jokergeil. Die wil iedere joker hebben. Ja. En niet zoveel mogelijk. En dat zie je ook steeds terugkomen. Klopt. Dus, geld uit de pot gespeeld. Ja. Dan Anke, die boos is, gefrustreerd, op hun drie, en die al weet, van ik wil de joker hebben. Ja. En laat dat ook gaan als Jurre daar nog eens een keer op instuurt. Hij houdt wijs, zijn mond dicht, hij denkt dit gaat helemaal top. Ze vertrouwen mij nu meer, plus dat geld is niet in de pot. Dus ja, hij kon gewoon makkelijk geld pakken. En dan ook nog eens als eerste. Ik denk echt, hij maakt daar een werkelijk een hele gevaarlijke gok. Maar hier is er zo over nagedacht. Hier is zo over nagedacht door de makers en door de mol zelf. Dit is een val die is opgezet. Ja, klopt. Ik ben er wel mee eens. Dat is waarom ik denk, oké, stel dat bedrag er nou alsjeblieft eens af, mensen. Dan houdt die geen... Die follow the money klopt niks van. Nee, dan klopt er echt niks van. Want hij heeft er echt voor gezorgd dat er meer dan 7.000 euro niet in de pot is gekomen. Tijdens die opdracht. Tel dus van het bedrag af, dan staat hij min 3.500. Klopt. Ja. En dat is zoveel geld. Zoveel min 3.500, dat is meer dan min 600. Juist. Ja. Dan heb je nog... Nee, nou gaan we naar aflevering 7. Ja, dan heb je dat Daniel natuurlijk als eerste afgaat bij die strandopdracht. Door dat touw. Ja. Ah ja. De mol hoeft natuurlijk geen gesprek met zichzelf te hebben. Ja, hij gaat geen energie verspillen aan. Ga aan dat zand graven en aan die buisjes zoeken, wat hij toch nog weet dat het geen nut heeft. Maar... De code van het kistje was 4397. En dat is de postcode van Luxemburg. Juist. En daarnaast is het geldbedrag 1935 ook een postcode van Luxemburg. Klopt. En Daniel is geboren in Luxemburg. En het telefoonnummer wat naar de mol wees. Als je alle getallen bij elkaar optelde, komt er 11.002 uit. Nou, trek het dus los van elkaar. 11.02. De geboortedatum van Daniel. Goeie. En dat vind ik een hele sterke. Want eenmaal... Je belde met de mol. Precies. Dus, en dat telefoonnummer is... Ik heb het gebeld. Heel eerlijk. En met een vaste telefoon en met een normale telefoon... Het is een onbekend nummer. Klopt. Een onbekend nummer. Dus dit is bedacht door de makers. Ja, en maar net zoals die audio... Dan kan het heel makkelijk met Daniel toeslaan. Die audio van die dingen... Dat kan niet uit die telefoon komen. Want er zit geen draad aan die telefoon.
Ja, ook dat nog. Dus het zijn allemaal edit trucjes. Ja. Dan gaan we naar aflevering 9. Of 8. Zo. Mm-hmm. Ja, Daniel die wilde ook graag envelop 2 hebben, net zoals Soy. Ja. En daar zat natuurlijk de vrijstelling in. Dat is geen geld, dus dat is altijd goed voor de mol. Hij zei zelfs nog hard op. Precies, klopt. Ja, dit is gewoon zo heerlijk van Daniel. Dit is mindfuck. Opgeschreven. Heb je wel eens naar mindfuck? Hebben jullie wel eens naar mindfuck gekeken? Ja. Nou, wat doet hij hier nou eigenlijk? Tijdens dat hij die envelop pakt, legt hij de nadruk op envelop 2. Ja. Soy wil ook naar 2. Ranomi wil eigenlijk ook naar 2. Juris die zegt ook nog, ik wou eigenlijk ook 2. Ja. Maar dat zegt Ranomi niet. Dus dat wordt er een beetje weggelaten. Maar Jurre legt daar ook de nadruk op 2 al. Dus envelop 2 is sowieso nu al een envelop die wordt gekozen. Klopt. En dat is nou precies mindfuck. En als jij een nadruk op iets legt als eerste, dan is dat sowieso een getal waar mensen op ingaan. Dan daarbij, hier is over nagedacht door de makers. Want je kiest nooit de 2 buitenste enveloppen. En daar stop je niet iets in. Het waardevolle ligt in het midden. Nou, en daarom denk ik van oké, hier heeft Daniel dus eigenlijk gewoon gestuurd op envelop 2. En hoe verder is niks. Niks meer. Goeie. Hetzelfde zegt opgeschreven is een hint voor mij. Nou ja, niet per se van mij, van iedereen. Jurre zegt in de auto voor de eerste opdracht dat hij nog maar 3 kandidaten hoeft op te schrijven. En Daniel zegt dat hij zichzelf ook gewoon opschrijft. Ja, leuk hè. Vertrouwt hij zichzelf niet? Nee, dat denk ik ook. Focusgroep. Daniel maakt natuurlijk alleen maar foto's van groepen. Klopt. Dieren. Hij legde de nadruk nog op. Samen zijn in de natuur is eigenlijk toch waar je sterker van wordt. Klopt. En de mol is natuurlijk maar eenzaam in de natuur. Dus ja, eigenlijk tussen haakjes zetten maar mensen. Ja. Hij legt daar een nadruk op zichzelf. Dat hij eigenlijk gewoon maar eenzaam in de groep is. En dat hij het eigenlijk wel leuker vindt om sterker te zijn in een groep. Maar dat gevoel heeft hij niet. Hij is de mol. Klopt. Hij is zeker de mol. Ja. Hadden we nog een opdracht? Deze nemen. Ja, deze aflevering. Ja, nee, dat kwam later. Dat is aflevering 8 toch? Ja, 8. Ja. Lezen gamen en parachute springen. Ja, die hebben we al gehad, of niet? Ja, nou ja, inzichtelijk. Ja, Daniel gaat voor 1000. En heel veel mensen vinden dat ook een struikelblok. Ja. Maar juist niet. Mensen, denk dit alsjeblieft nou eens anders. Alle 3 de vakken waren al gekozen als joker zijnde. Als Daniel op een jokervak had geland, was hij gelijk verdacht geweest. Klopt. Had Anke gewoon op de 1000 gesprongen, was die 1000 nog in de pot gegaan. Nu, als hij op de 1000 vak springt, en dat hij naar de rand zich herstelt, en dat hij zegt, oh, ik heb een domme fout gemaakt. Ja, dat vond ik zo gespeeld. Zo'n acteerkunst van waar we nergens iets op sloeg. Want de mol weet van, oké, ik moet gewoon op de 1000 vak springen, en dan kan alleen nog maar 1000 euro verdiend worden. En dan lijk ik weer de fanatieke kandidaat, want ik ga toch voor geld. Ja. Dan erbij gaat hij als 4e van de berg. Nou, waar zitten we nou de hele tijd mee? Met het getal 4. Klopt. Heeft Dinan trouwens nog iets toe te voegen? Want hij is een beetje stil. Ja, hij is een beetje moe, denk ik. Ja, dat ook. 3e podcast van... 4e podcast van vandaag. 5e podcast van vandaag, eigenlijk. Ja. Nee, joh. Hij verliest gewoon 1000 euro, eigenlijk. Ja. Klopt. Ja. Daarna had je die... Wat had je na de paraglijdopdracht? Goh. Dat was die opdracht. Dat idee hebben we net besproken. Ja, klopt. Maar wat had je daarna? Op het strand hebben we ook al. Oh, op het strand. Ja, die hebben we ook al besproken en toen gingen we over. Ja, en toen had je de molafspraak. Nee, na de foto's. De safari toch? De foto's. Die hebben we ook besproken. Ja. En dan gaan we terug naar de safari opdracht, gingen we naar laser opdracht. Ja, lasergame moeten we nu heen. Ja. En bij de lasergame, ja, wat vond ik daar verdacht? Toch? En dat Dani ook gelijk werd afgeschoten. En dat hij gewoon ging staan. Hij liet het maar gewoon gebeuren. Klopt. Dit is niet hoe ik de Dani ook ken. Maar Dani hij werd ook afgeschoten.
Ja, maar hij werd afgeschoten door Soy. Ja, maar Daniel is een gamer. Ik ben me nou met me eens dat Daniel gewoon zichzelf echt wel beter had kunnen opstellen. En wat doet hij dan ook nog heel grappig? En dat stukje is maar heel kort in beeld. Legt hij even die hooiblok goed. Zo. Net als die dan niet afgeschoten kon worden, maar wel in de richting waar Soy staat. Dus hij wist al lang dat Soy hem aan het afschieten was. Maar dat deed hij zo opvallend, dat ik denk, wat ben je nou aan het doen? En dan even later zegt Jurgen, Daniel, pak nou die tag, want hij ligt bij jou. Ja, maar ik heb nog maar één leven. Ja. En wat gaat hij dan doen? Gaat hij opstaan? Ja, hij had dan naar die tag lopen wel. Had je nog iets kunnen doen? Maar hij wou gewoon geen tag pakken. Klopt. Hij wou gewoon niks doen voor de groep. Hij had liet gewoon zijn zin. Afschieten. Nee, hij had er gewoon zin in. En dat hij dacht, boeien. En hoe kan nou een mol de vragen naar zijn hand toezetten? Door eigenlijk te doen wat Daniel nu doet. Ja, hij ging als eerste afgeschoten worden. Hij heeft 0 tech gepakt. Hij heeft 0 mensen kunnen afschieten. Dus alles is 0. Ja. En hierna had je natuurlijk de upsell-opdracht. Ja. En Daniel neemt hier natuurlijk geen telefoontjes op. Nee, helemaal aan het bluffen. Gewoon helemaal niks. Helemaal nul. Dan improviseert hij op blauw, stuurt hij aan tot de kleur blauw. Ja. En uiteindelijk wordt ook de kleur blauw genoemd. Waardoor er weer thuis niet verdiend wordt. Ja. En dan de titelaflevering Mol Afspraak. Er is maar één shot. En die heeft Ik Ben Mol Levi gevonden. En die vind ik wel heel erg sterk. Dit is gewoon in your face. En dit is hem. Daniel die zit te wachten op de stoel. Ja. En er zit nog niemand tegenover hem. Een lege stoel. En de mol wachtte op jou. En je kon de mol gaan ontmoeten. En dit is alleen Daniel die op een lege stoel heeft gezeten. Tegenover een lege stoel. En Jurre kwam toen pas aanlopen naar die stoel toe. En Jurre ging zitten voor Daniel. Andersom was het niet. Bij Ranomi was dit niet. En bij Jurre was het niet omgedraaid. Dus Daniel laat ze je zien als de mol. Ja. De molafspraak. De molafspraak. Goeie. Ja, de blind date. Hij weet niet met wie een afspraak heeft. Blind en weet date. Je waarom switcht Ranomi van Soy naar Daniel en niet van Soy naar Jurre? Ja, ook zoiets verdachts. Weet je... Ja. Ik denk echt dat Ranomi gaat winnen. Ik denk dat ik bij mijn gevoel moet blijven. Trouwens, wat ik al de tijd zei in het begin. Ranomi gaat winnen. Ik heb nog een theorie, een goede theorie. Ranomi zat natuurlijk steeds in het groepje van Jurre. Ook bij de roadtrip zat Ranomi in het groepje van Jurre. Ja. Dus zij heeft waarschijnlijk meer gezien. Ja. En Ranomi zat heel vaak bij Daniel. Ook dat. Om Daniel in de gaten te houden. Dus je zag gewoon al dat Ranomi, die is natuurlijk de koning van observeren. Ja. Koningin. Ja, die houdt alles in de gaten, schrijft alles op, noteert alles. Dus die heeft zoveel kennis gegaderd. En daarin heeft Jurre denk ik een beetje de plank misgeslagen. En dat gaan we denk ik ook wel zien. Ja. Jurre was zo bezig met mollen. Klopt. Ja, dat hij op een gegeven moment zoveel bezig was om zelf het spel te winnen. Dat hij wel dacht van ik heb kennis genoeg. En wat mij ook is opgevallen in een busje, geloof ik toen ze naar bepaalde opdrachten reden, zag ik dat Jurre heel erg nauwkeurig alles opschreef. En daar stond zelf een datum boven. Jij zei altijd, het is in juni opgenomen. Hè? Weet je dat daar een datum in staat, 12-7. En dat was aflevering 9. Dus in 12-7, 12 juni, juli, zaten ze in de aflevering 9. Ja, dat klopt. 12 juli. Ja, oké, je wist wel dat jullie weer de opnameperiode... 24 juni begon de opnameperiode. Nou, dat klopt het. 12 juli was dus de aflevering 9. Maar daaronder had hij het zo netjes geordend, Tim. Als je dat stukje ziet en je zet het even stop. Jurre. Dan zie je gewoon dat Jurre daar een kandidaat is. Okay. Een mol schrijft dit zo niet op. Want ik weet niet of je het molboekje nog herkent van Daniel. Nou, ik heb het geprobeerd om te ontcijferen. Nou, dan ben ik morgen ook bezig. En dan heb ik nog niet ontcijferd. Er stond gewoon niks. Nee, klopt. Daar staat gewoon niet zoveel. Daar kon je niks uithalen. En dan denk ik ook, waarom wordt dat zo gedaan? En dan die volgende bladzijde die werd omgeslagen, stond volgens mij gewoon niks op. Dus ja, dat dan denk ik, oké, de mol hoeft ook niks op te schrijven en hij schrijft maar gewoon wat. Ja, hij doet maar gewoon niets. Ja, hij doet maar misschien een beetje een luie mol dit seizoen. Ja, en iedereen zat ook tijdens dat ze wisten dat ze een extra test gingen krijgen,
Iedereen zit in een molboekje te studeren. En wie zit er daar nou vrolijk achterin en loopt nog tegen Sooi zoveel keer theorieën op te noemen dat Sooi er gewoon irritant gek van werd? Ja. Dan moet je je mond dicht houden, Daniel. Ja. Want ik word helemaal gek van je. Nou, hij zat maar lekker naar buiten te kijken en in zijn raampje. Nou, waarom studeer jij niet? Als jij kandidaat bent, dan ga je studeren in je molboekje. Tuurlijk, logisch. Dat doe je op toch? Op dat moment dat je het weet. Ja. En je hebt de kans. En klopt. Dat is zijn van die dingetjes dat ik denk, oké, Daniel, je bent het. Ja. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Ja, ik ook. En ik denk dat we zo flink hebben besproken. Ja, nog één. En dan sluit ik hem af. Dat mag. De telefoon. Daar is misschien wel de beste hint over gezegd. Oh ja, de telefoon. Bij de telefoon, daar zegt de mol jouw tactiek. Bij Jurre zegt hij... Je bent een slimme kandidaat, maar is dit jouw tactiek of is dit mijn tactiek? Ja. En dan zegt hij bij Renomi, ondoorzichtig, is dit jouw tactiek of is dit mijn tactiek? Ja. Nou, en dan denk ik, oké, bij Daniel doet de mol dit niet zeggen. Nee, dus met andere woorden, Daniel's tactiek is de mol-tactiek. Ja. Dus de mol hoeft dat niet te vragen aan Daniel. Nee. Dan erbij vraagt hij aan Daniel, de mol, zegt hij letterlijk, over een week ga jouw ware identiteit bekend worden. Jouw ware identiteit, over een week. Jouw ware identiteit. Juist, en dan denk ik, oké, Daniel, maak jezelf maar bekend. Ja. En ik vond hem ook erg verdacht daar staan. Zei hij niet mijn ware identiteit? Ja, zoiets kan ook nog hoor. Want maar als jouw ware identiteit, is het wel heel obvious. Nee, ware of jouw. Een van de twee. Zouden we moeten terugluisteren? Mijn ware identiteit. Okay. En dat vond ik een hele verdachte zin. En waarom horen we die nou niet bij Jurre en bij Renomi? En waarom horen we die zin alleen bij Daniel? Ja. En waarom horen we de speluitleg bij Daniel? Omdat Daniel de mol is. Ja, dat kan je maar één ding bedenken. En dat vond ik een hele goeie. Vond ik een hele sterke. En wat wel eens gewoon heel duidelijk naar de mol toe kan wijzen. Dan erbij, nog één ding, en dan sluiten we echt af. De opstelling, de opzet van de finale, de stoelen tegenover elkaar, kan je zien als ik weet je wachtwoord. En hoe bedoel ik dit? Bij ik weet je wachtwoord, zie je Daniel altijd tegenover iemand staan. Of zitten. Met een microfoon en wat doet hij vervormen? Hij doet een stem vervormen van degene die interviewt. Zodat je niet bekend in beeld komt. Ja. En dat die niet weten wie degene is die nou een interview geeft. Ja. Wat was dit nou precies? De mol, zijn stem werd vervormd. De mol ging tegenover elkaar zitten. Precies hoe het ging in ik weet je wachtwoord. Ja. Nou, en dan nog Kistje Rood. Kistje Rood zat het geld bij afzeilen. Oh ja, klopt. Ging Kistje Rood. Kistje Rood in aflevering 1, Daniel. Top. En dat zijn wel de beste hints, denk ik. En mocht ik er nog kort komen, sorry. Lees lekker Mollejagers. Lees Dinant. Want we zitten nou eenmaal een beetje in een tunnel. Klopt. Maar ja, alsnog post ik ook alles nog, hè? Naar alles, naar iedereen. Ja, dat is waar. Ik ben niet zozeer dat ik alleen maar dingen post van één iemand. Jij ook trouwens niet, af en toe trouwens, Arjan. Maar... Ja, jij post soms ook nog wel eens. Eén of twee of drie hintjes heb ik een keer tussendoor gedaan. Maar verder is weinig over de rest. Nou. Klopt. Nou, dit was het dan weer voor deze laatste podcast van deze week. We hebben er nu 4 op zitten. Zo. Gaan we nou naar nummer 5? Nee. Ron is de mol. Nummer 5. Ja. Nee, dat was het voor... Dat heel veel inslaan, toch? Ron is de mol. Wil je nog de hints en theorieën luisteren naar Jurre of naar Ranomi? Dan kun je de vorige podcast luisteren. En dan zeg ik eventjes dit. Volgende week is de allerlaatste podcast van Wie is de Mol Nederland. De allerlaatste procast. Daarin bespreken we de molacties, de mol, het seizoen, een beetje afsluiting. En dan gaan we natuurlijk vrolijk verder met de Mol België. Toch, jongens? Yay! Tenminste, als jullie nog steeds willen meepraten in de podcast. Ik zit weer vol energie. Mooi, gelukkig.
Nou ja, jullie natuurlijk heel erg bedankt voor het luisteren naar deze podcast of podcasts. ja, en dan zeg ik bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Laters. Houdoe. Houdoe.